Eindhoven schiet er overheen. En ik geloof dat ik hem met rechts en mijn buitenkant neem ik hem maar in de draai. Schiet ik hem met links in. Nou, ik zie hem zo die bovenhoek in gaan. Dat is wel het mooiste wat er is, laatste minuut. En dan zelf scoren. Veel afgelastingen in de Jupiler League tijdens de laatste speelronde. Maar HFC Haarlem tegen Cambuur Leeuwarden ging wel door. Dit ondanks het winterse weer en de aanhoudende financiële ellende bij Haarlem. De loketten zijn open vanavond bij HFC Haarlem. En dat is een overwinning op zich voor de club die de afgelopen maanden zoveel financiële problemen kende. De winterstop is bereikt en dus wordt er gewoon gevoetbald tegen Cambuur Leeuwarden. Als ware het een gewone vrijdagavond. Vandaag gaat Haarlem winnen, dat geloof ik. Vandaag gaan ze echt winnen. Goedenavond en welkom bij de wedstrijd tussen HFC Haarlem en Sportclub Cambuur op vrijdag 18 december 2009. Verschrikkelijk natuurlijk. Het is het slechtste scenario wat je kan bedenken. Kennelijk was de gifbeker nog niet helemaal leeg. Wanneer zou die eens leeg zijn? Ik hoop na vandaag. Je bent zielsgelukkig dat het winterstop is? Ja. Dus nu eventjes kopjes leegmaken met z'n allen en na de winterstop volop tegenaan. En dan mag dit nooit meer gebeuren. Haarlem sluit 2009 sportief failliet af. En dat terwijl acties buiten het veld de club vooral veel sympathie, maar te weinig geld opleveren. Grote vraag is hoe dat na de winterstop verder gaat.
In januari willen we een grote meeting beleggen, een grote sessie beleggen met diverse partijen, waaronder potentiële sponsoren, de huidige sponsoren, laten we blij zijn dat die er natuurlijk ook nog steeds zijn, gemeenten. Ik heb gevraagd aan Rick van der Boog van Ajax of hij ook naar die sessie toe wil komen, ook om uit zijn mond te horen wat de samenwerking met Ajax ook inhoudt. Je hebt veel ervaring, heb ik begrepen, in crisissituaties bij bedrijven. Hoe ernstig is het hier? Het is hier erg. Ik durf al een beetje te zeggen van oké, we zijn deze week doorgekomen. Want voor hetzelfde geld was het licht vanavond echt niet aangegaan. En dat wil ik met nadruk zeggen. Maar in die 5 dagen hebben we met een groep keihard gewerkt. Soms wel 20 uur op een dag en dat is niet gelogen. We hebben nu een beeld van de situatie. We hebben een heel duidelijk beeld van waar we naartoe willen. En dat is al heel wat. Maar het is... Het waren de meest enerverende dagen uit mijn werkende leven. Dus nog niet eerder zo meegemaakt? Klopt. Dat is schrikken? Nee, ik schrik niet zo snel. Ik ben nergens bang voor. Maar ik kan me niet voorstellen, de situatie op dit moment inschattend, dat het over zou zijn na deze wedstrijd. Absoluut niet. Wij zien elkaar in de toekomst weer hier op het stadion. En niet in een donker stadion, maar waar de lampen branden. En wij spelen gewoon het seizoen uit. Let daar maar op. Maar nogmaals, er moet nog heel wat gebeuren. En ik zou ook graag daarvoor de steun willen hebben van heel veel bedrijven nog in Haarlem. Dus laat dat maar een oproep zijn. We beginnen met voetbal. Nou ja, voetbal. De laatste keer dat er gevoetbald werd bij de amateurs is alweer 7 weken geleden. Op 13 december om precies te zijn. Goed, het amateurvoetbal dus weer afgelast. En ook de derby Haarlem-Telstar van vanmiddag ging niet door. Zoals u weet werd Haarlem maandag failliet verklaard. Maar dat weerhield de harde supporterskern niet van naar het stadion te trekken. Zondagmiddag, de dag van Haarlem-Telstar. De politie is nadrukkelijk aanwezig rondom het Haarlemstadion. Supporters willen juist op de dag van de beladen derby afscheid nemen van hun club. Op het moment dat er afgetrapt zou worden, verzamelen ze zich bij de hoofdingang. Ja, we willen nu gewoon op een nette manier afscheid nemen zonder narigheid. Maar het liefst in het stadion op ons eigen vak. Afscheid nemen bestaat niet. We gaan nu gewoon weer herstarten als amateur. En ik wil iedereen oproepen die bij Haarlem betrokken is. Gewoon schouders eronder, kop omhoog en de neus er weer vooruit. En de neus is een beetje onhandig gekozen in verband met Ajax. Maar ik wil gewoon nou eventjes weer gaan strijden. Er zijn wel wat maatregelen genomen, hè? Veel politie, honden zijn er niet in het stadion. Ik hoorde 80 man dat ze achter de hand hebben, maar ik weet het niet. Ja. Misschien zijn ze een beetje geschrokken van maandag toen er toch wat vernielingen gepleegd zijn in het stadion. Ja, dat klopt. Ja, of misschien denken ze dat we op een confrontatie met Telstra uit zijn. Nou, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Van onze kant niet, van hun kant ook niet. Dat lees je ook op alle gastenboeken. Dus een beetje overdreven al die politie inzet. Denk je dat je het stadion nog in mag? Dat hangt af van de curator. Curator Rocco Mulder is gebeld en komt voor overleg naar het stadion. Hallo? Ja? Super! U heeft besloten om toch de poort open te doen. Waarom? Nou, ik denk dat de supporters er recht op hebben om afscheid te nemen van de club. Vandaar. Ja, de club is 120 jaar oud. Daar wil je normaal afscheid van nemen. En dus neemt de Northside nog 1 keer bezit van hun eigen plek. Om 3:30 volgt een minuut stilte. Hoe laat gaat de tech dicht? 4:15. En dan moet iedereen eruit zijn? Dan moeten ze er weer uit zijn, maar ze hebben plezier als ik het zo hoor. En stipt om 4:15 verlaat iedereen voor het laatst de tribune. Dit is gewoon mooi. Dit is gewoon het gevoel wat door je heen gaat. Veel mensen en ook bij jezelf tranen in de ogen. Ja, dat had ik maandag ook al dus. Oud-spelers werden nog toegezongen? Ja. Vuurwerk. Zo hoort het. Hoeveel jaar geschiedenis? 30. Ik kan niks meer zeggen. Ja, al die oude jongens hebben dit. Al die jongens van mijn leeftijd die hebben dit. Hoe komt zo'n club zo diep in je hart?
ja, je woont in Haarlem en je bent voor Haarlem, klaar. Dus ik kan me geen andere club voorstellen. Dus die zal er niet komen ook. Dus we gaan lekker een biertje drinken. Dat hadden we anders ook gedaan vandaag. Dus, het is over.